Ja, Sargon Gurye, 6-1 overwinning, dat is niet mis. Nee, nou ja, het is inderdaad een mooie score, maar ik denk als je de wedstrijd ziet en weer de kansen beter uit gaat spelen, dan had hij hier met gemak dubbele cijfers kunnen zijn. Dus aan de ene kant zeer tevreden, aan de andere kant denk ik van ja, weet je, had ook wel gewoon 10-1 kunnen zijn of 12-1. Ja, want het is niet best hè, hoe Achilles voetbalt. Nee, het is een naïeve ploeg om het zo maar te zeggen. Ze willen proberen te voetballen, hè, dat is een goed recht. Ze weten van tevoren al dat ze eruit gaan en dan kun je ook gewoon vrij voetballen. Ja, en als ze dan 6-1 eraf gaan, ja, prima denk ik voor hen. Al wel snel, die 3-0 hè, binnen een half uur, dat moet ook wel goed voelen. Hè? Dan speel je zo'n wedstrijd ook lekker uit. Ja, ik denk dat we heel rustig begonnen. En na dat eerste goal viel, denk ik dat bij hun ook zoiets was van, ja, weet je, het is weer gespeeld. En toen ging het heel snel, ging het naar 2-3-0 en 3-0. En dan is de wedstrijd eigenlijk al helemaal gespeeld. Ook mooi dat jij dan je goaltjes kunt meepakken. Ja, het werd weer een keer tijd, dus... Ik had vooraf van het fatsoen gezegd dat ik een 15 ging maken, maar nee, ik ben er blij mee. Ze zaten er goed in en ik had er nog wel eigenlijk een paar meer willen maken. Ga je meedoen voor de top 3, die derde plek? Nou, we moeten gewoon zoveel mogelijk wedstrijden proberen te gaan winnen. En waar we dan eindigen, dat zien we denk ik aan het eind van het seizoen wel. Ja. En voor Achilles was het al over, hè? Ja, nou ja, weet je, zij kunnen er ook niks aan doen. Het zijn jonge jongens en ze proberen gewoon het seizoen goed af te maken. Hè. Dus ik hoop dat ze in ieder geval nog een paar puntjes pakken. Dat zou leuk zijn voor ze.